In twee teams wordt nu gewerkt aan het ontwerp van het New York Wheel en de Dubai Eye. Veiligheid staat voorop in het ontwerp, zeker bij het grootste rad in Dubai van 250 meter hoog. Ik denk dat het project in Dubai absoluut de grens heeft opgezocht wat nog haalbaar is. De enorme schaalvergroting. De meesten van ons kennen wel het Londenei. Dit is twee keer zo hoog, twee keer zo groot. De problemen zijn wel twintig keer zo groot daardoor. Uh, dus ik, denk, ik geloof absoluut dat we de grens op dit moment met de huidige technologie bereiken van wat haalbaar is en wat nog veilig en verantwoord is. Ingenieursbureau KCI was twintig jaar lang actief in de olie- en gasindustrie, maar is bij toeval overgestapt op windmolens en zogeheten observatiewielen. Klinkt misschien gek, maar er zijn overeenkomsten. Uh, er zijn uh, moeilijke analyses, uh, dynamische analyses, wind, earthquake, van alles kan, uh, kan gebeuren. Ja, wat we vooral willen natuurlijk is dat het wiel veilig rechtoverend blijft staan. De bouw van de twee reuzenwielen zijn een Schiedams onder onsje. Lokale miljoenenbedrijven als Mammoet, Huisman en Van den Tempel werken samen aan beide megaprojecten. Wij kunnen dat, wij doen het en wij durven in dat soort projecten te stappen. En dan is het verbazingwekkend eh, om te zien dat projecten wereldwijd elke keer weer onze buren tegenkomen. Ja, dat is toch eigenlijk fantastisch. De trotse medewerkers zijn blij met de internationale naamsbekendheid die dit oplevert. Maar ze moeten nog wel anderhalf tot twee jaar wachten. voor ze een kaartje kunnen kopen voor hun zelf ontworpen reuzenrad. Maar het project in Dubai is in volle gang wat betreft uitvoer. Daar staan al de poten staan overeind. Dus we kunnen daar ook echt al zien wat er wat gebeurt. En ook in New York zijn de, zijn de werkzaamheden aangevangen. Dus het gaat echt beginnen.